Vrienden, ja, we kijken naar een leeg plaatje. En dit is een ruimte, stadion van Volendam. En daar komt te zitten zo, als het goed is, Wim Jong, de trainer. Ja, die is nog even aan het eten, Wim. Wim is nog even... Hij gaat spelen tegen PSV voor de beker. Dus ja, daar gaan we het even over hebben natuurlijk. En over Ajax, denk ik. Of die ook nog een keer terug gaat. Dus... Wij wachten rustig af. Ik hoor wat. Ik hoor wat. Daar gaat wat aankomen, hoor. Ja. Ik denk. Daar is hij. Zie je? Ja, daar is hij. Ik wist het wel. Ik hoor het wel. Hey Wim. Daar is hij. Wim Jong zelf. Jazeker. Hoe is het, man? Ja, goed. Het is natuurlijk meer pers dan normaal, hè? Ja, wat denk je? Ja, als jij tegen PSV gaat lopen ballen, ja, dan krijg je dat. Dan wordt het interessant. Ja, zeker. Ja, zit je goed zo? Ik zit prima. Goed. Wat heb je... Wat naar voren? Ja. Ja, je mag ook even naar voren komen. Leuk zo. Ja. Hey, wat heb je gegeten? Wat kip met wat pasta en wat salade. Wat gaan we doen tegen PSV? Laten we er gelijk maar over beginnen. Huppatee. Kom op. Nou ja. Wat gaan we doen tegen PSV? Nou ja, natuurlijk speel je tegen een grote club. Ja. Met hun kwaliteiten. Dus daar moet je gewoon rekening mee houden. Ja. Maar we moeten ook kijken naar onze eigen mogelijkheden die kunnen ontstaan. De kans die er komen. Nou ja, en daar moet je een beetje geluk hebben dat je dan de trekker overhaalt. Hè, zullen we het zo maar zeggen. Maar je moet er gewoon echt een bekerwedstrijd van maken. Kijk, ja, daar heb je niet zo gek veel te verliezen. Hij nee. heeft hier meer te verliezen dan wij. Ja. We kunnen frank en vrij voetballen. Maar luister even, Wim. Hoe zit dat nou eigenlijk met jullie? Want de ene keer spelen jullie heel goed. De andere keer spelen jullie daar niet om aan te gluren. Ik heb die wedstrijd gezien tegen Dordrecht. Dat was echt niks. En daarvoor speel je dan weer heel goed bij Cambuur. Wat is dat allemaal? Dan de ene keer zie je dat het loopt. Dan ja. zie je goede driehoekjes. Goed combinatievoetbal. Precies wat jij wil, neem ik aan. En dan de volgende keer zie je gewoon... kunnen ze dezelfde kleur niet vinden. Hoe kan dat nou? Ja, nou ja, je zegt het goed in een notendop. Kijk, ja. als we ruimte krijgen en ja, dan kunnen we aardig voetballen. Ja. En als we echt iets moeten creëren... Ja, ja dan zie je bij ons dat het ook moeilijker wordt. Als de ruimtes klein zijn, wat hebben we dan nodig? Dan ja. zou af en toe wat opportunistisch moeten spelen. Ja. Een tweede balletje winnen. Ja, dat geven wij niet altijd thuis. Dat klopt. Nee. Nou, nee. Dat is iets waar we in moeten verbeteren. Want anders win je die wedstrijden wel tegen de ploegjes van het rechterrij. En daar hebben wij veel moeite. Wat is jouw filosofie eigenlijk als trainer? Waar herken ik Wim Jong aan? Nou, ik denk dat jij... In een paar zinnen. Nou ja, een positiespel waarbij de eerste bal vooral probeert naar voren te spelen, niet naar achteren. Ah, oké. Okay. En dat is, dat vind ik wel belangrijk, dat we proberen zoveel mogelijk diepte voor breedte te spelen. Ja, want okay. daar ligt dan vaak ook de eerste... versnelling in het spel. Hè? Ja. Als je van achteruit de bal verovert, ja, kan je meteen naar een back spelen, maar ik heb het liefst dat die... Gelijk naar voren. Ja, het liefst wel, via ja. je nummer 6 of okay. een linie verder. Diepte en positiespel, dat is hem. Ja, en vandaar dat we natuurlijk creativiteit hebben, want ja. durven een 1-1 uit te spelen, durven ja, derde man te spelen. Onder iemand komen en dan weer een bal wegsteken. Ja, dat ja. zijn allemaal waar het spel... Eén keer raken. Ja, dat is het ultieme. Hè? Dus dat vind ik altijd de ultieme techniek. Als je een bal één keer kan raken. Ja. Ja, daarmee versnel je het natuurlijk het best. Ja. Nou, luister eens even goed. We hebben het al gehad een keer over je toekomst. Jouw toekomst als trainer, die ligt voorlopig bij Volendam. Maar daarna, wat zijn jouw ideeën? Want er werd gezegd, zou die ooit nog terug kunnen naar Ajax? Hey, en? Zeg het maar. Staat weer met zijn handen, ja. Ja, ik ga gewoon zo zitten, Wim.
Ja, maar kijk, ik... Ja, zeg er nou eens wat over, want ik lees er van alles over, ja, maar... Ik heb er niks over te zeggen, want dat... Waarom niet? Nee, omdat er helemaal niks is, dus wat dat betreft... Dat begrijp ik, maar is het mogelijk? Zou het mogelijk zijn? Ik kijk gewoon puur naar wat mijn eigen, niet alleen mezelf, maar als club zichtbaar worden. Ja. En als de club zichtbaar wordt door het type spel wat je speelt... Ja. Dan komen de clubs voor jou en dan kijk jij of jij zelf bij een bepaalde club wel of niet past. Dat begrijp ik. Nou, oké, dat is een mooi antwoord. En welke club dat dan is, dat zie ik wel. En, Wim. En jij weer zoeken naar allerlei... Maar nee, ik zoek nergens naar. Ik lees alleen maar en ik lees dat het vrijwel onmogelijk zou zijn dat jij terug zou gaan naar Ajax. Is dat zo? Ja, dat zou kunnen, ja. Het kan wel. Nee, maar dat heeft allemaal te maken met of alle dingen kloppen. En dat geldt voor elke club waar je met verband wordt gebracht. Ja. Dat is bij elke club. Er zijn altijd dingen dat je denkt van, pas ik daarbij? Is de situatie met de mensen... Vraag is dit, Wim, even terug. Ja, de vraag is als volgt. Ik weet wat je blijf zoekt. Maar volgen. Er is niks aan. Neem rustig een slokje. Rustig aan. Er is niks aan de hand. De dokter heeft goed nieuws voor u. Luister. Ja, Harry. Wim, de vraag is alleen maar... Is het gewoon op voorhand al nee tegen Ajax? Of is dat wel bespreekbaar? Daar gaat het over. Want iedereen zegt... Ja, maar Wim Jong kan niet meer terug naar Ajax. Is dat nou zo? Ja, maar dan wordt het geplakt op mensen. Ja, omdat je een bepaald conflict hebt gehad. Ja, en gaan mensen dat... Zeker? Kijk het over. Kijk het naar de club Ajax is gewoon een fantastische club. Ja. Dus, maar dan, nu wordt het gelinkt aan mensen omdat er een bepaald conflict is geweest. Nou ja, daar heb je mee te maken. Dus daar wordt alles opgeplakt. Maar is dat dan zo? Nee, mijn vraag is dan ook zo? Is het zo dat als die mensen er dan op zijn... Ajax is groter dan de mensen. Het gaat om de club Ajax. Het gaat niet om de mensen die er op dit moment werken. Oké. Dus je kijkt naar Ajax, is gewoon een fantastische club. Hetzelfde als PSV is een fantastische club. Weet je, dat zijn instituten. Nou, dus als Ajax zou komen, is het niet automatisch nee voor jou? Ja, maar dat geldt voor elke club. Omdat je kijkt... Oké, nou dat wou ik maar even horen. Als er ooit iets komt, dan ga je kijken, klopt dat dan met... Ga je wel kijken. Ja, op dat moment wat er speelt bij die club, bij jezelf, past het bij elkaar. En anders, nee, maar gewoon puur kijkend naar clubs. Het zijn gewoon mooie clubs. Ja. Met goede historie, met een bepaald type spel, wat wel of niet bij jou past. Ja. Nou ja, en jij bij de club, ja, weet je, en dan maak je een afweging. Laten we eens even vrolijk afsluiten met toch een voorspelling. Wat voor score kunnen we tegemoet zien? Volendam PSV. Nou, daar gaat hij. Ja, ik denk een mooi gelijkspel. Oh. En dat wij heel verrassend met in de verlenging misschien de winnende goal maken. Oeh, er komen geen strafschoppen. Zou toch mooi zijn? Er komen geen strafschoppen. Nee. Maar nee, het gaat niet door. Er komen geen strafschoppen. Volendam wint in de verlenging. Je kan dromen, hè? Ja. En dan wordt het 2-1? Dan zou het 2-1 zijn. 2-1. 2-1 voor Volendam in de verlenging. Nou, dan gaan we je aanhouden. Ja. Doen we dat, hè? Hey jongen, hartelijk bedankt. Wij zien elkaar. We gaan elkaar zien en heel veel succes met Volendam. Komt goed, ouwe. Groeten. Dag. Hoi. Hoi, hoi.